triggers. En daar vond ik echt een hele goede trigger. En die wilde ik eigenlijk gelijk even uitproberen. Dus ik ben gelijk mijn ASMR-kamertje ingegaan. Oftewel, mijn slaapkamer. En dit is de trigger. Dat is een onderzetter. En ik vond dat hij echt super lekker het tapgeluidjes maakt. Dus ik dacht, laat ik een tapvideo maken. Met de ultieme tap trigger. Dus dit wordt een video met vooral heel veel tapping. Misschien iets minder praten. Ik hoop dat jullie er zin in hebben. Ik hoop dat ik jullie een beetje kan laten ontspannen eigenlijk. Dus laten we gewoon beginnen. Is dat het een beetje holle geluidjes zijn. En ik had laatst op werk ook een onderzetter gevonden. En die was volgens mij van bamboe. En die maakte een beetje dezelfde geluidjes. Dus die had ik eigenlijk al een keer mee willen nemen. Maar toen vond ik deze bij mijn ouders. Dus toen heb ik gevraagd of ik deze mee kon nemen. Vind je dit nou een fijne video? En raak je hier ontspannen van? En ben je nog niet geabonneerd? Vergeet dan niet te abonneren. Dat zou ik heel leuk vinden. Om jou er ook bij te hebben. Bij de, ja, hoe zal ik het noemen? Een soort van club. Vergeet dan niet op het belletje te drukken. Zodat je nooit meer video hoeft te missen. Just
jezelf ook heel erg ontspannen van raak. Het doet me eigenlijk een beetje denken aan die spindingen die je een paar jaar geleden had. Het was toch meest populair dat je een soort van tolletje in je vingers had. Als je zo'n lekkere trigger hebt gevonden. Relax. Hetzelfde, alleen dat is een groter stuk hout en dat geeft iets hollere geluiden nog, dus iets zachter voor het geval je deze net iets te scherp vond. Dus die wil ik even proberen. Dat is dit stuk hout. En dat moet volgens mij een onderzetter voorstellen. Ik weet niet of ik het echt geloof. Heel groot.
hij zei ook van, je moet niet te korte tappinggeluiden maken of andere triggergeluiden. Dat is heel vervelend, want dan raak je er net aan gewend. Dan raak je in een soort van trance. En dan stop je er weer mee. Dus ik probeer ze echt wat langer voor jullie vol te houden. Ik heb ook een video gezien van een ASMR-artist. En die heeft 5 uur achter elkaar gezien.